Heden, 14 augustus 1958, verschenen voor mij ambtenaar van de burgerlijke stand van Oldebroek, ten einde een huwelijk aan te gaan. Van den Brink, Teunus, geboren en wonende te Oldebroek. Sorry. Van den Bos, Willempje, geboren, wonende te Oldebroek. Oud, 22 jaar, zonder beroep, meerderjarig. De afkondiging van het huwelijk geschiedt te Oldebroek op 19 juli laatstleden. Daarop heb ik in naam der wet uitspraak gedaan dat zij door de echt aan elkander zijn verbonden. Teunus, je bent geboren in Hartmanbroek. Hoe ging het er vroeger aan toe toen je zo klein was? Ja, nou, ik heb in Hartmanbroek naar school gegaan. In de, dat witte schooltje dat er nog stiep, dat gebouw. Pippi, je bent een wezenver, hè? Echte wezenver. Echte wezenver. Geboren in de Keuterhoek. Hoe is dat? Hier zo aan de weg, de Keuterhoek. Zuiderzeestraat weg. En je moest dan vroeg aan het werk? Ja, zeker weten. Ik had graag deur willen leren. Ik kon goed leren, maar ja, het mocht niet. Maar je kon wel goed melken of op plant werken? Mooi jongen, ja. Melken was die is er wat mooi van. En dan groenplukken en dan oh, die kolen, eerappels, man. Harde werk. Ja, groenplukken. Ja. Je hebt Wippie leren kennen. Was dat de eerste liefde? Ja, ik heb nooit eerder een meisje gehad. Dus, ja, een kameraad van me die zegt, ik heb een vriendin gezien. Dat liet me wel wat. Ik zeg, nou, hij zegt, maar je hebt een vriendin, ga je mee? Ik zeg, nou ja, ik ga wel een keer mee. Waarom niet? En zodoende, om elkaar leren kennen. Daar is zo'n dreuge sloot en daar zaten ze. Toen kwam we dan fietsen en toen, ja, nou toen wou we stopt en toen we, en nou toen hebben we, nou, toen we positief praten en toen moest je nu naar Henny toe, naar zusje toe. En toen hebben we weggebracht. En 60 jaar geleden ben je trouwd? Goed bevallen? Ja. Ja. Ik heb er nog steeds geen berouw van. Nee. Veel meer, maar veel vreugde, ook veel verdriet. Vooral met de ziekte van Teunus. Teunus heeft 10 jaar geleden kanker gekregen? Ja. Altijd kerngezonde was. Hij heeft het 58,5 jaar in de bouw gewerkt. Toen is ze met de verder gaan. En een jaar later kreeg hij een hersenbloeding aan het Heerdenstrand. Je gaat trouwen bent, waar ben je toen in eerste instantie woont daar? We hadden mijn broer, mijn opa en oma van de opa van de Brink. Dus voor de Bertenswinkel gewoond. Ja, Bertenswinkel gewoond. Ja. En toen wegens ruimtegebrek. Nou, die is het. En toen kwamen we toch in de villa. Dat was toch een luxe. Wanneer in hadden mijn broer achter keuken buiten. Zo'n blikken gebouwgie. Dus dan een keer in elkaar werd. Wc erachter, buiten. Tussie. Ja, tussie. Tussie, ja. Dan moest je stukjes krantenpapier knippen, maar een spieker voor closetpapier rijdt niet. Ben je toch mal, dat kost een geld. Maar je waren getrouwd, je hebt 5 kinderen. Ja, de oudste heeft 16 weken in ziekenhuis gelegen met zware epilepsie, onze Jan. 16 weken aan één in dat hele oude Sofia ziekenhuis nog in de barak. En ja. Op het laatste heeft hij heeft medicijn gebruikt tot 16 jaar. Ja, en toen in het ziekenhuis lag, die in begin, toen was ik er niet. Toen waren je altijd in Utrecht? Ik zat in Utrecht, ik was in de kost. Ja. Daar. Maar je had ook geen telefoon of wel? Nee. Nee, telefoon, nee. Nee. Nee, hoe dat allemaal gewoon wist ik ook niet. Je ging gewoon naar elkaar toe. Ja, en we ging niet weg. Je bleef in de buurt. Als de verken moest een slag, dan ging je de toeter zeg altijd. En gaat met de zuiltjes bakken kruisen. Iedereen kwam melden dat verken op de ledder doen. Nou, dan kregen ze allemaal een borrel. En de andere man, dan kwam Dirk Lumpie. Verken of snie, carbonades. En die waren ook zo lekker zo van verken of. Heerlijk. En dan kwam mijn tante een hele dag. Balkenbrie maken en gehakt en bloedworst en hoofdkezen.
Maar aan de andere dag, als alles klaar was, dan moest ik met allemaal schaaltjes de buurt heen. Met een liggen met balkenbrie en een stukje spek en de worstenboom op. Dus het halve werk was ook zo hard weer weg. Maar toen was de burenhulp. Ja. Toen zat hij net zijn beleving. Nee, maar dat was ook burenplicht. Ja, maar... Je helpt elkaar ook allemaal. En dat is nou... Nu ken je ook burennoosten niet. Nee. Jullie zijn getrouwd. Ja. En twee feest dat bij Jonker. Ja. Maar door kon alles, hè? Ja. Want als je op een gegeven moment een bazaar aan. Ja. En die aan een kniententoonstelling. Alles. Ja. En die aan. Kerkensausie aan. En dan op een gegeven moment. Maak je de boel weer schoon en zullen ze bijna de kerk het dorp. Ja, klopt. Dat klopt. Ja. 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 Dat was gewoon zo'n gemeenschapszaaltje voor. Jan dan en de Jonker en later Dries Nagelholt. Er was de eerste televisie. Daar gingen onze kinderen. Mochten dan zaterdagsmiddags naar Dries Nagelholt. Woensdagsmiddags. Naar Dries Nagelholt achter in de schuren. Want Dries had televisie. Nou, dat was wat. Niemand had toch televisie. Maar hij doet gewoon een feest dan door zo? Ja, zeker. Ja, wat dacht je? Ja, geen muziek, hoor. Nee. Ik weet nog dat toen mijn zussen trouwde is, wordt van de worst op de orgel spullen en dat ik zong, ik heb hier weer voor jou grijze haren. Dan ben je nogal, toen ze droom. Wat ben je dan mee bezig? En over 25 jaar natuurlijk. Oh ja, zulke versies, ja. Ja, ja, ja. Tunis, hoe denk je over Wippie? Ik heb respect voor u, dat ze dat allemaal zo goed gedaan heeft. En nog doet. Ze verzorgt mij en de kinderen. Die is er zeer goed. Wippie, hoe ouder hij wordt, hoe meer hij naar elkaar toe groeit, of niet? Ja, absoluut. Je bent ook afhankelijker van elkaar. Als je elkaar kunt helpen, dan doe je dat nog. Het is niet altijd makkelijk. Dat geef ik toe, maar geduld overwint alles. Ja, hij doet met liefde. Ik ook beloofd, hè? Op die trouwakte. Ik denk al meningsverschil over. Want hij zegt, hoe nou een paar jaar leeuw trouw, want hij wil naar buitenland. Ik zeg, nog niet meer. Hij zegt, die keer op gemeente, ze hebben zeg, ik met mij overal volgen. Zeg, maar hij heeft niet op buitenland daar. Dus, en Wippie. 60 jaar getrouwd, een mooi stel.